Hoi, vertel even wie je bent en wat je doet. Ik ben Diana van Ewijk, ik ben ondernemer. Ik heb een uitgeverij voor kinderapps. Een bedrijf waarmee ik printbare knipvellen voor kinderfeestjes maak. Ik heb een adviesbureau voor doe-het-zelf marketing. En ik ben moeder en ik schrijf iedere dag een Twitter-column. Het lijkt me best wel veel wat je allemaal doet. Kan je mij zeggen wat jouw motivatie is om al die activiteiten te kunnen doen? Ik wil heel graag mooie dingen voor kinderen maken. Ik heb zelf kinderen van eentje van 3 en eentje van 6. En ik ben eigenlijk begonnen met mijn eerste bedrijf met mooie kinderspullen toen de eerste net geboren was. Dus ik wil gewoon, ik zie dingen die ik zelf niet heb, die er nog niet zijn op de markt en die wil ik dan zelf maken. Mm-hmm. Wat is jouw achtergrond? Ik heb de kunstacademie gedaan, grafisch ontwerpen. Waar sta je over 5 jaar? Over 5 jaar? Dan heb ik denk ik weer een heel ander bedrijf. Dan ben ik met deze bedrijven klaar. Mm-hmm. Maar is dat ook een soort, ik proef er ook een beetje bij dat je heel veel doet. Wil je niet meer specialiseren op één ding? Nee, ik vind het juist heel leuk om met al die verschillende dingen bezig te zijn. Dus de kunstacademie vond ik eigenlijk ook al te weinig, te gespecialiseerd. Mm-hmm. En dan grafisch ontwerpen, ik wilde wel graag iets met communicatie. En ik vind het ook heel fijn dat ik het zelf kan vormgeven en zelf een uiting kan geven. Waardoor ik ook producten kan ontwerpen en verpakkingen en het materiaal wat erbij hoort om te promoten. Maar ik vind het eigenlijk heel fijn dat ik al die verschillende dingen kan doen. Mm-hmm. En ik ben me nu meer op marketing aan het richten. Dat is eigenlijk zo gegaan, omdat ik graag die apps wilde gaan verkopen. Ja, en dan over een paar jaar ben ik denk ik wel klaar met alleen marketing. En dan zal ik wel weer wat anders gaan verzinnen. Mm-hmm. Dus wat is voor jou, als je je werk doet, wat is de grootste voldoening die je eruit haalt? Als ik zie dat kinderen met heel veel plezier de producten gebruiken, dat blijft toch het leukste. We zijn nu bezig met een nieuwe app, een theater-app. En als ik dan zie hoe de kinderen spelen met die app, ja, dat is gewoon echt fantastisch om te zien. En wat zijn moeilijkheden in je werk? Dingen waar je tegenaan loopt? Productie is het moeilijkst. Eigenlijk in al mijn bedrijven, alles waar ik mee bezig ben geweest. Ik vind het heel leuk om iets te verzinnen en om het te vermarkten. Maar om er dan ook nog te maken, dat vind ik dan echt heel erg vervelend eigenlijk. Dus ik ben nu ook wel steeds meer aan het toewerken naar het uitbesteden van dat maakproces. En waar kan je heel slecht tegen? Wat zijn zaken die je tegenkomt waar je van blokkeert? Mensen die niet mee willen werken. Dat vind ik echt super irritant. Of mensen die niet gemotiveerd zijn. Vind je het niet lastig om soms jouw drukke werkzaamheden te combineren met het gezinsleven? Ja, dat is heel lastig. Hoe doe je dat? Ik heb een man die minder werkt dan ik. Dus hij runt het hele gezinsleven. En dat is heel fijn, want daardoor kan ik gewoon doen wat ik nodig vind om te doen qua werk. Ja. En wat vind je belangrijk om jouw kinderen mee te geven? Dat ze zich een doel durven te stellen. Ook een hoger doel dan ze denken dat ze kunnen halen. En dat ze daarvoor gaan. Dat ze daarvoor durven te gaan. Wil je daarin een voorbeeld zijn? Maar als mama de hele tijd aan het werk is, ben je dan een voorbeeld? Ja, dat betekent dus dat je soms heel hard moet werken om dat doel te bereiken. Okay, over jouw Twitter-columns, hè? Kan je me uitleggen hoe dat eruit ziet, hoe je dat doet? Ik schrijf iedere dag een Twitter-column. Er gebeurt iets. Gisteren fietste ik naar huis en toen kregen twee hondjes ruzie. En de bazin dook ertussen, tilde één hondje op en sleepte het weg als een soort handtasje. Dat is een beeld en daar doe ik wat mee. Daar schrijf ik dan een Twitter-column over. Is daar een limiet aan verbonden, aan zo'n column? Ja, een tweet mag maximaal 140 tekens zijn. En een Twitter-column moet je altijd afsluiten met hekje Twitter-column. Mm-hmm. Dat zijn al 14 tekens, dus een Twitter-column zelf, de inhoud, is altijd 126 tekens. En is dat ook weer een wereld waar je in kan stappen die een andere kijk op de werkelijkheid geeft? Of heb je ook wel eens politiek-maatschappij-kritische statements daarin? Nee, geen politiek-maatschappij-kritische statements. Daar blijf ik ook echt ver van. Mm-hmm. Het komt ook nooit. Soms komt er wel iets in me op waarvan ik denk, hier moet ik toch echt wel wat mee doen. Maar dan kies ik ervoor om het toch klein te houden en bij mezelf te houden. Kan je je voorstellen dat mensen jou soms oppervlakkig vinden? Ja. Hoe ga je daarmee om? Dat vind ik niet zo erg. Iedereen vindt wat van je. Mm-hmm. Als ze dat vinden, is dat niet het ergste om te vinden. Mm-hmm. En zijn er vormen van kritiek waar je slecht tegen kan? Ik vind het heel erg als iemand
zeg dat ik, als iemand vindt dat ik mijn best niet goed genoeg bijvoorbeeld, of als, ja, dat vind ik vervelend. Of als ik als niet ambitieus gezien word, dat vind ik ook heel vervelend. Is er één droom in je leven die je echt zou willen realiseren? Nee, niet echt. Okay. Er zijn heel veel dromen, denk ik. Ik wil een boek, ik wil een film, ik wil een blog, heb ik al, 4 stuks. Ik wil een bedrijf, heb ik ook al één verkocht. Nee, er is niet één droom. Ik wil graag een hondje. Oké. Heel erg bedankt voor dit leuke gesprek. Ja, dankjewel. Top.